Hallo, welkom bij deze yoga-sessie voor detox. Ik ben Dielke van Dagas Massage en Yoga. En vandaag dus een serie voor detox. Misschien als je slecht gegeten hebt of als je niet helemaal lekker voelt in je buik. Ik ga zo'n ademhaling met jullie doen, waarbij de spijsvertering op gang wordt gebracht en de organen worden aangewakkerd. En daarna zijn er veel houdingen waarbij je organen indirect door de bewegingen gemasseerd worden. Het is wel handig als je voor deze sessie een paar uur van tevoren niet hebt gegeten, dus het liefst met een lege maag. En verder is het handig als je 1 of 2 blokken bij de hand hebt. Ben je er klaar voor? Sluit er eerst even je ogen. Dan gaan we eerst even landen op de mat. Landen in je lichaam. Voel even hoe je zit. Waar je lichaam de grond raakt. Hoe je handen op je benen of knieën liggen. Misschien nog wat spanning in je nek of schouders. Of je voorhoofd. En als je er naartoe gaat met je aandacht, kijk je of je die plekken kan ontspannen. En ga naar je adem. En verdiep je adem, verleng je adem. Breng je adem naar je buik. Helemaal naar beneden. En adem in, helemaal in je buik. En langzaam uit. Even lang in als uit. En hou een zachtheid erin. Oké, dan gaan we nu naar de ademhalingstechniek. En dat is de Kapalabhati. En met deze uitademing gaan we snel en kort uitademen door onze neus. En de inademing gaat eigenlijk vanzelf. Dus daar maken we ons niet druk over. En je ademt alleen door je middenrif te gebruiken. Ik zal het laten zien van de zijkant. Dus het enige wat beweegt is eigenlijk je buik die naar binnen gaat. En je schouders, je hoofd blijven in principe stil. Nou, bij deze ademhaling kan er van alles loskomen. Je kan boertjes gaan laten. Dus laat het gewoon gebeuren. Ook als je dus door moet gapen of zo. Dat kan deze oefening ook opwekken. Maar dan gaan we ongeveer 30 keer kort uitademen. Vervolgens houden we onze adem 30 seconden in op de ingeademde lucht. Ik pak een metronoom voor het ritme. Ben je er klaar voor? Haal dan eerst diep adem in. En go. Oké. En adem dan een keer in en uit. En in en hou je adem in. Ongeveer voor 3/4 gevuld. En concentreer je dan gewoon op je lichaam. Visualiseer je dat die lucht helemaal door je lichaam verspreidt. Verse zuurstof, verse voeding. Sluit je ogen. En voel. En adem langzaam uit. En in. Ben je klaar voor nog een ronde? Adem eerst uit. Nog een keer in. En go.
En adem in en uit. En in voor 3/4. Sluit je ogen. En houd een halve minuut minstens de adem in. En de verse zuurstof gaat naar tot de puntjes van je ledematen, je vingertopjes, je tenen. Je hele lichaam wordt gevoed. En adem uit, langzaam. En ga terug naar je normale ademhaling. Dan gaan we nu naar de zonnegroet. Kom rechtop staan. Loop naar de voorkant van je mat. Voel je voeten op de grond. Adem in. En nou, dus breng je handen naar je hart. Adem in. Strek uit naar de hemel. Bovenarmen langs je oren. Kijk naar je duimen. Adem uit. Duik naar beneden met je handen op de grond. Een stukje voor je voeten. Borsten naar je bovenbenen. Adem in. Rechtervoet naar achter. Knie mag op de grond. Hier kan je eventueel je blok voor gebruiken. En linkvoet naar achter, plank. Adem vast. Adem uit. Knieën, borst, kin op de grond. Ellebogen richting elkaar. Adem in. Wreven van je voet op de grond. Borst komt langzaam omhoog. Schouders naar beneden. En met lengte in je rug. En adem uit, duw jezelf omhoog. Kom op je knieën en duw door met je sacrum naar de lucht. Naar je downward dog. En hier een extra ademhaling. En nog een ademhaling. En ondertussen trappel je een beetje je hielen richting de grond. En adem in. Breng je rechtervoet naar voren. En kijk op. Adem uit. Linkervoet naar voren. En vouw naar voren. Adem in. Kom omhoog, strek uit. Adem uit. Ontspan je handen naast je lichaam. En adem in, strek je arm uit. En uit, handen voor je borst. In. Omhoog. Uit, buig naar beneden. In, linkervoet naar achter. Kijk omhoog. Hou je adem vast, rechts naar achter in plank. Adem uit, knieën, borst, kin op de grond. Ellebogen richting elkaar. Wreven komen op de grond, adem in. Kom naar je cobra. Adem uit. Zet je tenen op de grond. Duw jezelf omhoog naar je downward dog. En blijven we hier een paar ademhalingen. Je handen zijn stevig in de grond. Ook specifiek het gebied, de basis van je duim en je wijsvinger. Je vingers gespreid. Een mooie rechte lijn naar je rug. Je rug gaat verlengd. En voel je hielen zwaar worden. Zodat je de ruimte achter in je benen kan opzoeken. En volgende inademing brengen we onze linkervoet naar voren. Tussen onze handen. En adem uit. Rechts naar voren. En buig naar beneden. Adem in, omhoog.
Kijk naar je duimen en uit. Handen naast je lichaam. Oké, hef je rechterbeen op. Is het grote stap naar achter. Hef je handen op, je armen op naar boven. Op je inademing, uitademing komen je handen uit elkaar. Rechts gaat naar achter, links naar voor. In de warrior 2. Kijk over je voorste hand naar voor. Adem in en uit. En in. Verleng door je handen, door je vingertoppen. Zoek de ruimte in je borst. En uit. Zak steviger in de grond in je voeten. En in. Verleng en uit. Zak er dieper in. Volgende inademing gaan we door naar warrior 1. Adem in. Cirkel je handen naar boven. Zet je af op de bal van je achterste voet. En adem in. En uit. Stabiliseer je fundatie. Adem in. En uit. Voel je voeten stevig staan. Breng je handen naar je hart. En dan gaan we zo twisten naar links. Adem in. Adem uit. Kijk of je je rechter elleboog achter je linkerknie kan plaatsen. Als dit te moeilijk is, gebruik dan een blok dat je aan de binnenkant van je linkervoet zet. En steun je rechterarm daarop terwijl je linkerarm naar boven uitsteekt. Dus reik echt uit met links, helemaal door je vingertoppen. Zoek die lengte op. Je borst open, terwijl je stevig in je voeten blijft. En adem uit, in en uit. En in en uit. En zet je handen op de grond naast je voet. Zet je achtervoet naar voren. Buig naar beneden. Kom overeind. En strek uit. En handen naast je benen. Hef je linkervoet op. Zet je linkerbeen naar achter. Handen omhoog. En naar de warrior 2. Handen uit elkaar gespreid. Zoek de lengte op. In je borst. In je armen. Kijk over je voorste hand. Sta stevig in je beide voeten. Adem in. Verleng je armen. Verleng je ruggengraat. En uit. Zak stevig in de positie. Volgende inademing. Cirkelen onze arm naar boven. Kijk naar je duimen. En adem uit. En adem in. En uit. En in. En zoek hier je balans op. En dan gaan we ook hier draaien. Breng je handen naar je borst. En adem in. En uit, dan draaien we naar rechts. Kijk of je linker elleboog achter je rechterknie kan plaatsen. Als het ook voor je weggelegd is, breid je armen dan uit. Linkerhand komt op de grond. Rechterhand strekt uit naar boven. En zoals net ook, je kan altijd je blok gebruiken, hè, en de aangepaste versie doen. Het gaat voornamelijk ook om de twist hier in je buik. Waarbij je organen gemasseerd worden. Adem in. En uit, ontspan. Breng je handen naast je rechtsvoet. En breng dit keer je rechtervoet naar achter. Staande plank, blijf even staan. Volgende inademing. Volgende uitademing, zakken naar beneden. In jouw versie. En adem in. Cobra. Adem uit. Kom op je handen en voeten. En duw jezelf door naar de downward dog.
En laat je knieën zakken. Breng je voet wrijven op de vloer en breng je billen naar je hielen. Laat je armen gestrekt. En adem twee keer in Child's Pose. Mooie diepe ademhalingen. In en uit. En in. En uit. En nog één extra. Diep in. En kom weer op handen en knieën. Breng je tenen onder de mat en loop naar voren naar je handen. Kom rechtop staan. Strek uit. En ontspan. Breng je rechtervoet met de grote stap naar achter. Handen in je zij. Voeten stevig staan. Activeer je bovenbenen. Druk stevig in je voeten op de hele voetzool. Je hielen, de bal van je voet. En adem in. Voel lengte aan de voorkant van je lichaam. En adem uit. Laat jezelf naar beneden zakken. Eerst half. Nog een ademhaling hierin. En dan uit nog verder naar beneden. En breng je voeten of je handen naar je grote tenen. Je schouders gaan richting je sacrum. Met zachte kracht, dus niet heel gespannen, maar hou ze zo dat ze niet helemaal instorten. En adem in. En uit. Je kan je knieën hier een beetje gebogen houden. Je rug is ontspannen. En ontspan je hoofd, schud je hoofd even heen en weer. Je nek is ontspannen. En loop je handen naar jouw midden. En kijk op. Half omhoog. En laat je weer zakken. En dan gaan we hier draaien. Dus op, kan je eventueel je blok gebruiken. Adem in. Open met je linkerhand naar boven. Voel de rotatie in je rug, je borst open. Volgende uitademing. Zet je linkerhand terug en adem in. Komt rechts omhoog. Dus je kan hier eventueel op je blok staan met je hand als dat fijner is. Rechterzijde van je lichaam opent. Voel dat draai in je onderrug. En zet je hand weer terug. En dan gaan we nog een keer naar links. En nog een keer naar rechts. En naar links. En rechts op je inademing. Uitademing naar beneden. En adem in. Zet je handen weer in je zij. Adem uit en in. Kom verder omhoog. Kom met je voeten naar elkaar toe. Kom naar beneden zakken. Doe nog een side twist. Laat je linkerbeen voor je uit. Je rechterbeen mag gebogen. Zet je rechtervoet over je linkerknie aan de buitenkant. Zet je rechterarm achter je neer. Hef je linkerhand op. Voel je rug gaat verlengen. En dan gaan we zo naar rechts twisten. Door je elleboog achter je rechterknie te haken. Met elke uitademing kijk je of je nog een stukje verder kan draaien.
En met je ogen kijk je helemaal naar rechts, zo ver mogelijk naar rechts. Hele fijne oefening voor de vertering, maar ook om meer ruimte te krijgen in je ribben. En adem in. Strek je linkerarm weer uit en zet hem neer. Wissel van kant. Rechterbeen is uitgestrekt naar voren. Linkervoet komt aan de buitenkant van je rechterknie. Je linkerhand zet je achter je neer, achter je billen neer. Met je vingers naar de achterkant van de mat. En adem in. Strek je rechterhand uit naar boven. En adem uit. Haak je rechter elleboog achter je linkerknie. Je ruggengraat blijft ten alle tijde rechtop. Met een energie die naar boven gaat. En door de rotatie draai je naar links om je as. Kijk met je ogen naar links. Op elke uitademing zoek je nog iets meer rotatie op. En adem in. Hef die rechterhand weer op. Zet hem naast je neer. En ontspan. Vanaf hier gaan we liggen. Breng nu je knieën naar je borst. En adem in en uit. Maak een paar cirkeltjes beide kanten. En hef je knieën iets meer omhoog richting het plafond en draai naar rechts met beide benen. Terwijl je linkerarm links van je is uitgestrekt en je die richting op kijkt. En adem in deze twist. Diep in. En uit. En adem in, kom terug. Heb je knieën weer naar boven en dan rooi je de andere kant op. Strek je rechterhand uit naar rechts, kijk naar rechts. Met je linkerhand op je rechterknie kun je nog iets verder naar beneden drukken. En adem rustig in deze houding. En ontspan je gezichtsspieren, je hoofd. Je nek is ontspannen. Volgende inademing. Kom weer met je knieën naar boven. En laat je benen dan zakken op de mat. Rust hier nog even uit. En voel je even na wat de oefeningen voor je gedaan hebben. Hou je ogen even dicht. Voel de energie stromen. En voel die ontspanning door je lichaam. En adem in. En adem dan het laatste restje van spanning uit. En zak dieper in de vloer. Met elke uitademing zak je dieper. En hier blijf je gerust 3 tot 5 minuten liggen.
de oefeningen te integreren in je lichaam. Als je zover bent, kom weer zitten. Dit was dus een sessie. Extra goed om te detoxen. Sowieso goed voor algehele soepelheid en spieren. Maar in het bijzonder vanwege de twist ook voor je gezonde organen. Ik hoop je volgende keer weer te zien. En ik wens je een hele fijne, gezonde dag. Doeg!